De verkeerseducatie die afgelopen woensdag is geïntroduceerd, krijgt een permanent karakter. Vanwege de veranderingen in het verkeer en in de verkeersregels. De verkeerseducatie en samenwerking tussen diverse ministeries en het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers zal beginnen op crèches en het basisonderwijs. Helmut Gesius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, vertelt meer hierover. Het is ook permanent omdat de verkeersomgeving verandert. De mensen die van mijn leeftijd, die kennen in tienerjaren geen rotondes. Ja? Dus dat zijn zaken die we later hebben gezien, ook zaken als rommelstrips, enveloppes, toch? Dat zijn zaken die we later meemaken. De verkeerstaak verandert ook, toch? Naarmate u opgroeit, een kind dat leert fietsen, zal een andere verkeerstaak moeten vervullen als hij of zij wat ouder wordt en wil gaan bromfietsen. Ook de verkeersregels die kunnen veranderen. Ja, dus zeg maar als de wegsituatie zich gaat aanpassen, dan kan het zo zijn dus dat verkeersregels voor die plek worden aangepast. Gesius wijst erop dat de aanwezige kennis over het verkeer bij een individu steeds actueel moet blijven. Hij benadrukt dat verkeerseducatie nodig is omdat de cijfers van verkeersslachtoffers nog zorgen baart. Wanneer we onvoldoende educatie en voorlichting en informatie gaan geven aan die groep vanaf drie jaar, vier jaar vanaf de peuters. Als we dat niet doen, dan betekent het dat uw zoontje of uw dochtertje van 5 voor de komende 20 jaar, 25 jaar, nog tot diezelfde doelgroep blijft behoren. En natuurlijk weten we dingen veranderen niet overdag, niet overnight, maar het is zaak dat we die informatie, die educatie structureel ter hand nemen, zodat we het tijd toch wel kunnen keren. Gesius benadrukt dat hoe eerder men begint met verkeerseducatie, hoe sneller de gemeenschap een situatie van veilig verkeer kan creëren.